De negen Devi's Navratri, dag 4. Op de vierde dag vereren we het Mahalakshmi aspect in de vorm van Kushmanda Devi. Dit aspect voedt en onderhoudt de devot in zijn en haar verheven kwaliteiten die gedurende de meditatie van de voorgaande dagen zijn verworven. Een voorbeeld van zo'n kwaliteit is de sterker wordende oriëntatie op de wereld vanuit een niet-materialistisch en puur zintuigelijk oogpunt. Mahalakshmi in de vorm van Kushmanda Devi zegent de devoot en geeft daardoor kracht door spirituele groei. Dag 5. De vijfde dag staat in het teken van verering van Skandamata Devi. Zij verzacht, vernietigt pijn en lijden bij de devoot. Lijden dat wordt veroorzaakt door onze gehechtheid aan het aardse bestaan. Zij verhoogt onze gevoeligheid voor kunst en schoonheid. Hierdoor ontwikkelen wij een sterk gevoel voor schoonheid in natuur. Schoonheid die ons onze zorgenlijden doet vergeten en die ons bewust maakt van relativiteit in de schepping. Iets waardoor we onze zorgen niet meer als primair beschouwen, maar ook oog krijgen voor anderen. Dag 6. Op de zesde dag wordt Devi Kati Chanchani vereerd. Zij staat voor het huiselijk geluk. Meditatie tot haar zorgt voor geluk tussen de devoot zijn haar naaste. Net zoals we ons met Diwali reinigen, zo proberen we vandaag ook alle kwade gedachten en intenties los te laten. Hierdoor ontwikkel je vrijgevigheid. Vandaag waren we in een mandir en gelovig. We waren vandaag in een mandir, ja, en we zagen hoe de mensen. En ja, ze doen eigenlijk de hele avond, gaan ze wakker blijven om te mediteren, om een soort van kirtan te doen, hè.